Another onderwerp, dat is de public-private partnership, PPP, binnen de woningbouw. En ik zal hierbij als voorbeeld het woningbouwproject van Pan American Real Estate behandelen. De definitie van een PPP, eenvoudig gezegd, een samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector om met wederzijds inbreng uitvoering te geven aan een beleidsmaatregel ter voordelen van de doelgroep in deze de woning zoeken. En in het kader kan dan die samenwerking met Pan American Real Estate worden gezien. De overheid heeft hier zorg gedragen dat er relatief goedkope en kwalitatieve woningen ten verkoop beschikbaar zijn voor woningzoekenden, met name op Paramaribo Noord. Een perceel met woning is daar aangeboden voor een prijs van $36.000, terwijl een soortgelijk perceel met woning de prijs heeft van $58.000. Ik wil u een weergave geven, chronologisch, van de feiten die zich hebben afgespeeld bij het Pan American Real Estate project, kort gezegd Panam. Op 6 september 2019 is er een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen Panam en het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen, het FULI. Het FULI is een instrument van de overheid op basis van het staatsbesluit van 19 november 2013. Nummer 189. Deze uitvoeringsovereenkomst heeft betrekking op 20 woningen, waarin ook is vervat dat bereids assistentie kan worden verleend aan Panam bij de aanvraag voor de aanleg van verharding, wegverharding en nutsvoorzieningen. Verder is tijdens de toenmalig betrokkenen bij het FULI bevestigd dat er ook nadere afspraken zijn gemaakt om de aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen voor rekening van de overheid te brengen. Daarover is er correspondentie ook aanwezig. Op 15 oktober 2019 geeft OW een verkavelingsvergunning af aan Panam voor de verdeling in 587 percelen, waarin ook vermeld is dat de aanleg van wegverharding en nutsvoorzieningen door de staat Suriname gevraagd zal worden. Op 18 november 2019 biedt het FWLI de verkavelingsvergunning aan de minister van OW met de vraag om de wegverharding aan te leggen in het belang van het woningbouwprogramma. Op 15 december 2020 richt Panam een verzoek aan de president van de Republiek Suriname, waarin wordt aangegeven dat het FWLI de afspraken die gemaakt zijn ten eerste voor de assistentie van de wegverharding en nutsvoorzieningen niet is nagekomen en dat ter voorkoming van stagnatie van het project Panam al die zaken zelf ter hand heeft genomen. Doordat de toegezegde assistentie niet is verkregen en nadere afspraken voor aanleg, infrastructuur en nutsvoorzieningen niet zijn nagekomen, zijn onnodig extra kosten gemaakt. Voorts houdt het verzoek in dat de wegverharding door de staat Suriname wordt uitgevoerd. De conclusie is dat dit belangrijk woningproject aan zijn lot was overgelaten. In 2021 de regering besluit om dit project zogenoemd te adopteren en gedane investeringen niet verloren te doen gaan. Het project is uitgebreid van 20 naar 561 sleutelklare woningen en is daarvoor een samenwerking in PPP-verband aangegaan. Op 4 september 2021 vindt de formele opening van het project plaats, waarbij de president van de Republiek Suriname aangeeft dat dit project binnen een PPP zal worden afgehandeld, om zodoende de doelgroep van woningzoekenden tegemoet te komen met relatief goedkope kwalitatieve woningen. De besluitvorming hierover. Op 27 juli 2022 wordt in de regeringsvergadering
het voorstel van openbare werken behandeld om een bedrag van 7.449.789,58 US goed te keuren. Blijkt dat in dit voorstel er onjuist is uitgegaan van de raming van OWI van de gemaakte kosten. En bovendien ontbreekt de samenwerkingsovereenkomst. Op 16 november 2022 wordt er een tweede voorstel ingediend door OWI voor een bedrag van 7.500.000 US dollar. Dit bedrag is tot stand gekomen naar aanleiding van een korting gegeven door Panam. In dit voorstel zijn de totale kosten onduidelijk, het kostoverzicht is onduidelijk en de samenwerkingsovereenkomst ontbreekt. Vervolgens is op 1 februari 2023 wederom een voorstel door OWI ingediend voor een bedrag van 7.927.151,21 US dollar, waarin een duidelijke onderbouwing is gegeven van alle kosten. De samenwerkingsovereenkomst is ook bijgevoegd en alle voorgaande missieven zijn ingetrokken. U kunt nu op het scherm het kostenplaatje zien. Voor het onderhouden van de zandwegen en de bermen over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021 is door Panam een rekening gepresenteerd van 2.742.665 US dollar. Verder is er ook een rekening voor 5.184.486,21 voor de kosten wegens uitgegraven lozingen, gelegde duikers, leveren en verwerken van zand- en beeskoers en het asfalteren. Totaal 8,2 kilometer aan wegennet. Hierdoor komen de totale kosten zowel voor het onderhoud als de aanleg van de infrastructuur op totaal 7.927.151,21 US dollar. Er zijn ook kosten gemaakt voor elektravoorziening en watervoorziening. De bedrag kunt u op het scherm zien. Dus dat is los van die bijna afgerond 8 miljoen. Indien de overheid de totale kosten voor infrastructuur en noodsvoorziening op zich zou nemen, belopen de kosten op meer dan die 7.900.000 zoveel. Panam heeft het geheel woningbouwproject voorgefinancierd. Binnen de PPP heeft de overheid slechts de kosten voor de aanleg en onderhoud van de infrastructuur als bijdrage genomen, zijnde het bedrag van 7.927.151,21 US dollar. En zijn de overige kosten voor nutsvoorziening die u op de vorige slide zag, voor rekening van Panam gebracht. Deze kostenverdeling is ook vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die getekend is op 22 februari 2023. De eindconclusies. De overheid heeft met deze samenwerking invulling gegeven aan het beleidskader van aangaan van PPP's, met name voor woningbouw. Dergelijke PPP's zijn binnen de woningbouw nieuw en doen geleidelijk aan hun intrede binnen de overheidsadministratie. Met deze PPP is bereikt dat betaalbare woningen beschikbaar zijn gekomen voor de doelgroep. De overheid heeft bij het uitvoeren van dit beleid geen wettelijke regelingen overtreden. Er zijn ook geen documenten die valselijk zijn opgemaakt. En er is geen sprake van enige benadeling van de staat Suriname. Tot hier mijn bijdrage. Ik dank u.